en goedemorgen. Ik heb zo slecht geslapen. Maar daar gaan we wat aan doen. Of nou ja, niet echt. Oh. Ik irriteer me nu al mezelf. Ik ga zaktraining volgen. Boksen, kickboksen. Van de gym. Het is nu 7:10. Weet je hoe lang ik geen wekker heb gezet? Het is schandalig. Maar vandaag is de dag geweest dat ik een wekker heb gezet. En we gaan er tegenaan. Ik ga om te eten beginnen deze dag. Kick-off. Super spannend met een Plenty Bar. Want dat is dus voor de mensen die dat niet kennen. Het is een reep waar alle vitamine en mineralen in zitten die je nodig hebt op een dag. Dit is dan voor 1 maaltijd. De hoeveelheid. En ik vind het gewoon heel fijn omdat ik meteen echt een paar uur door kan op zo'n reep. En dat ik dus weet dat ik in ieder geval wat goede voedingsstoffen binnenkrijg. En het zit in een goede verhouding koolhydraten, vetten en eiwitten. Dus het is gewoon perfect om te nemen voor het sporten. Want ik wil wel iets eten voor het sporten. Dus een halve reep is dan net goed. Dat is gewoon. Ik had dus bedacht om allemaal leuke actieshots en content te maken tijdens de zaktraining. Helemaal zo, wow, kijk mij, superwoman, trap uitdelen. Maar ik ben echt 26 keer dood gegaan. Dus, en net weer herrezen. Uit hel. Dus dat feest is mooi niet gebeurd. Nou, ik kan niet eens meer Nederlands praten. Ik moet eigenlijk douchen, maar ja. Nee, niet gaan, Ramon. Ja, je ziet het goed. Het heeft krullen, maar ik had alleen geen versteviging. Dus ik denk dat je het in de aankomende 10 minuten zo uitziet zakken. Maar goed, het is nu nog een beetje heftig, maar goed. Ik ga even lunchen. Wat ik echt heel vaak doe, is gewoon een couscous salade maken. Volkoren couscous. En dan gooi ik gewoon erin whatever ik nog in huis heb. Gewoon ultieme manier om restjes op te maken. Want couscous kan echt met alles. 100% dat ik te lui ben om extra afwas te maken. Dus ik doe de couscous gewoon in het bord. Vallen Marije. Zoiets dus. Als laatste finishing touch doe ik er walnoten op. Want dat zijn vet goede vetten die je nodig hebt als iemand die voornamelijk plantaardig eet. Daarom heb ik gewoon zo'n grote bak gewoon voor mijn neus staan. Zodat ik dat echt in ieder gerecht gooi. Want walnoten kunnen echt overal bij. Serieus. Nou en tenslotte. Ik zei net ook al tenslotte. Ja. Doe ik er dan nog een mosterddressing door. Gewoon mosterdolie en citroensap. Ik maak meestal wat extra zodat ik gewoon wat over heb in zo'n bakje. En dan heb ik dat altijd bij de hand. Dus dat gaat er nog over. Verhoudingen, ik doe altijd maar wat. Sowieso alles wat ik doe in de keuken valt in de categorie ik doe maar wat. Gezondheid. Ik heb koffie bij Nicole. 2,50. Kom ook. 2,50, dat is best wel goedkoop voor Amsterdamse maatstaven. Hey Nico, meteen even een vraagje aan jou. Oh shit. Ja. Jij bent gewoon een lekkere doorsnee Nederlandse meid. Wat eet jij nou gemiddeld op een dag? Wauw. Even kort maar krachtig, hoppakee. Oké, kort maar krachtig. Wat eet ik? Broodjes met hummus. Soms yoghurt met krokante muesli. Oh. Ligt een beetje aan how I feel, hè? How I feel. Voornamelijk koffie. Fruitje, zeker. Momenteel zit ik aan de
persiken met de aardbeien. Dan gemixt. Soms doe ik het zelfs wel in mijn yoghurt. Ja, dat ik echt een crazy morning heb, hè jongens. En verder... Avondeten is altijd pasta bij jou, hè? Ja, eigenlijk wel. Ik dacht, kan ik daar nog iets anders van maken? Maar het, sowieso pasta of rijst. En de rijst dan soms in de variant van risotto. En dat is het eigenlijk wel. En eet jij geen chocola? Een stukje chocola, anders kunnen we geen vriendinnen zijn. You know it. Oh, voeg meteen daad bij woord. Pinky, wat eet jij nou de hele dag? Ik ga me toch even wat prettig doen nu. Nou wacht, prettig is niet het goede woord. Maar ik ben excited. Die zit erin. Hoppateetjes. Ik hoef er maar eentje, want ik heb al corona gehad dit jaar. En ik vind het prettig. Ik ben blij dat ik gewoon nu straks veilig ben. Dat ik weer lekker met mensen kan knuffelen. Zin in. Ik zie niet wat er staat. Een heel groot bord. Nou, het is een beetje een what I do in a day geworden inmiddels. Ik ben met Max en ik wilde een campagne schieten voor mijn samenwerking met Armed Angels in de Tolhuistuin, want daar is een vet leuke muur. Maar nu kunnen we daar niet in, Max. Is dit een soort manager regelen? Ja. ja, jeetje. Nou, hier anders maar gewoon. Wow, je hebt wel insecten hier. Kijk deze schitterende Back to Nature shop. Zie je dat? Dat is duurzaam. Als ik hem nu opeet zo op beeld, is dat een heel erg. Max, ik word hangry. Dat ook nog. We moeten naar het toilet. En we moeten nu naar een andere locatie. En je wordt hangry. Ja, het is top. Ja, topdag dit. Maar ik ga straks wel lekker voor je koken. Wat is deze blik? Alsof ik nooit lekker kook. Alsof we daar op uit gaan komen. Weet je, ik ben de hele avond gewoon maar aan het werk, kijk uiteindelijk niks. Kijk, dit is dus waarom wij niet meer samen zijn. Dat nu, dat grapje niet iedere keer. Ja. Thuis, foto's zijn gelukt en ik ga nu orzo maken. Hallo. Voor Max en mij. En dat recept heb ik gezien van een TikToker die ik volg. En die maakt hele leuke, lekkere recepten. Ik heb het wel een beetje aangepast, natuurlijk. Maar wat we doen is groene asperge tips in de pan. Even bakken. Prei. Hoppatee. Even bakken en dan zetten we het weer opzij. Prettig dat ik nu meteen een camera omhoog heb. Ik heb een beetje boter in de pan gedaan. De groene groenten heb ik even apart gedaan. Ik ga nu een uitje en knoflook erin. En daarnaast. En daarnaast is ook erg belangrijk voor het dramatische effect. Vervolgens gaat hier zo nog de orzo bij. En bouillon. Dan doe ik er nog lekker wat dolbertjes bij. Wat spinazie. En dan kom ik zo bij je terug voor de laatste stap. Waarom ga ik meteen in presentatiemodus? Wat is dit? Waarom kan ik niet meer normaal praten? Zal ik dit nog even doen? Dan hebben we gewoon een dat kan toch niet vegan video. Ja, precies. Ja, hallo! Terug bij de laatste stap. Basilicum. Hoppatee. En ik gebruik twee soorten kaas. Nieuwe vegan mozzarella en een beetje cheddar. Dus dat gaat ook nog door. En dan is het klaar. Ik ben zo benieuwd. Plantaardige cheddar, hè? Want dat gaan mensen niet, anders krijgen je daar commentaar over. Alle cheddar ook! Ja. Oepsie. Cheesy. Ja. Of cheese replacement E. Pak het. You only live once. I just want to eat it. Ik hoop zo dat het lekker is. Me too. Dus dit is orzo. Met groene groentes. En alle cheese on her. Ja. Nou. Very lekker. Ja. Very lekker. Ik vind het ook very lekker. Het is een soort risotto, maar dan gewoon nog makkelijker en sneller. Dus eigenlijk win win win. En het zou gezond zijn als je niet al die cheddar erin had flikkerd, zeker. Ja. Wat doe je? Ik heb geen idee. Dit ziet er waarschijnlijk extreem debiel uit. Oh. Ik zeg, mag ik je filmen? En dit is hoe je dan gaat zitten. Wat ik wilde vragen is, jij bent een gezonde Nederlandse jongen. Hoe eet jij op een dag, even kort maar krachtig, wat eet je? Ik heb vanmorgen yoghurt met muesli en pindakaas gegeten. Alpro soja yoghurt. Vanmiddag geluncht bij een café met een vegan chicken burger en zoete aardappelfriet. En ik heb net gegeten wat jij hebt gegeten. Gisteravond had ik
was mijn diner een salade die ik gekocht had bij de Albert Heijn en broodjes vegan kipnuggets. Met heel veel mayo. Dus ik ben een gezonde jongeman. Ja. Thank God for Sunday. Ik merk dus echt dat sinds jij hier niet meer woont, dat ik echt gezonder en minder eet. Get you a max in your life. Merk jij dat je anders eet? Nu ik niet meer kook? Veel slechter. Ja, zie je. Ja, we balanceerden elkaar net lekker, denk ik. Ja, precies. Ik denk dat goed. Oh. Nou, ga er maar weer vandoor. Doeg. En toen was het 9:30. En ga ik me klaarmaken voor bed. Want ik heb vannacht dus vet slecht geslapen. Dus ik ga dat vandaag even inhalen. Ik heb geen avondsnacks meer gegeten. En dat is ook sinds ik alleen woon. Lukt me dat heel goed. En dat is wel prettig. Want het is gewoon een hele makkelijke manier om wat calorieën te skippen. Want ik bedoel, vaak zijn het toch dingen met voedingsstoffen die je... Of zeg maar... items die niet per se voedingsstoffen hebben. Dus die heb je sowieso vaak niet nodig. Dus ik weet niet waarom ik opeens naar een Brabants accent ga. Maar anyways, ik heb het gevoel alsof dit echt een hele saaie What I Eat in a Day was. Maar het was wel realistisch. En wellicht heb je er een leuk vegan recept uit gehaald. Verzoekjes zijn welkom. Ik ga dit sowieso nog een keer doen. Budget editie. En eentje waarbij ik echt heel erg let op voedingsstoffen. Al moet ik zeggen dat ik vandaag denk ik ook best wel goed in mijn voedingsstoffen zit. Als je vragen hebt, let me know.